Kennen we daar Bouke en de hele band toch weer gewoon, Bouke? Yes. Hallo daar, hartelijk welkom. Hallo. Fijn dat je er weer bent. Ja, leuk om hier weer te zijn. Ja, nou kijk, Caroline die was er de vorige keer niet bij. Dus ik dacht, straks gaan we op vakantie. En dan heeft ze je gewoon niet van dichtbij ontmoet. Dus, ja, hij was laaiend. Ja, was enthousiast, bedoel ik. In dit geval, zeker. Niet kwaad. Ja. En ik ben altijd kritisch, dus ik zei, nou, ik wil het zelf meemaken natuurlijk. Ja, ja. Nou, hier ben je. Ze is erbij. Ja. En een miljoen luisteraars, Bouke. Het is goed dat je er bent weer. Hoe heb jij de tribute-concerten, hoe heb je die ervaren? Want het was natuurlijk best wel spectaculair. Ja, voor mij natuurlijk ook. Het was voor mij en zowel voor de band was het heel spectaculair. Ik bedoel, als je op zo'n fantastisch podium mag staan voor 17.000 mensen, dat 3 keer. Ja. Dan is elke avond echt een feestje. Ja, ik zat er de laatste avond zat ik erbij. En volgens mij zag ik je inderdaad intens genieten van het moment. Ja, dat was wel te zien, hè? Ja, dat was heel, was leuk om te zien ook. Ja. Want ja, nee, ik kan me er ook wel iets bij voorstellen. Heb je ooit voor zo'n grote club mensen gestaan? Ik geloof dat dit wel het meeste publiek was wat ik voor heb gestaan, ja. En hoe nerveus was je op een schaal van 1 tot 10? Nou, in het begin viel het eigenlijk wel mee. En op een gegeven moment trekt iemand dat gordijn los. Ja. Waar ik dus naartoe moest. Ja. En toen begon het te komen. Ja. En toen stroomde ik vol met adrenaline. Nou, ik zal je vertellen, ik vloog nog net niet van het podium af. Maar ik was wel net een raket die ineens al kwam. Ja. Ik was helemaal vol met adrenaline. Ja, maar dat was ook wel leuk om te zien ook. Dat je er ook zo intens van genoot. Ja. Wat viel je nog tegen? Was er nog iets wat je tegenviel of niet? Nee, eigenlijk niet. De sound was perfect. We hadden echt, het is allemaal fantastisch geregeld door Mojo. Ja. En Talpa Productions en Ziggo. Ze hebben allemaal goed ingezet voor deze avonden. Ja. De andere bands waren ook fantastisch. Ik heb het echt beschouwd als een feestje. En het was echt. We hebben echt met elkaar opgetrokken als een soort familie. Ja. En het enige wat tegenviel was de dag after. De day after, zeg maar. Ja. Toen, dan val je wel doen? Een beetje in een zwart gat. Ja, wat moet je doen dan? Maar ja, je bent nu een BN'er natuurlijk. Dus iedereen wil met je op de foto. Zeggen ze tegen Rob, kun jij even een foto nemen van mij en Bouke? Ja. Gebeurde dat? Ja. Als ik dat doe, bedoel je? Nee, dat gebeurt toch wel. Als je staat nu zo in de spotlights. Dat je leven kan niet een zwart gat zijn op dit moment. Nee. Maar ik heb gewoon lekker op Koningsdag ben ik naartoe gegaan met mijn kinderen. En heb ik gewoon ook genoten gewoon in de stad. En dan komt er af en toe is er natuurlijk iemand op je af. En die vraagt om een foto. En er zijn natuurlijk in Emmen heel veel mensen die me willen herkennen. Maar die laten je dan toch lopen. Ook met respect of zo. Dus ik heb wel gewoon echt kunnen genieten ook met Koningsdag. En daar ben ik heel blij om. En als mensen gewoon een keer een praatje willen maken of op de foto willen. Weet je maar toch? Ja. Ja. Zeker. Hey, Koningsdag, hè? De King. Hey. Ik had hem ook, hè? Ja, precies, ja. Ja, Bouke, je gaat toch nog een eigen rondje doen ook, volgende keer. Het is zonder tribute band, maar je gaat dit zelf toch ook nog doen? Wat bedoel je? Nou, dit rondje. Ja, je bedoelt zonder de tribute het programma. Ja, klopt. Ja, ja. We gaan volgend jaar staan we weer in het Ziggo Dome. 19 april en 18 april. Waarvan 19 april al is uitverkocht. En mensen die daar naartoe willen, die moeten er snel bij zijn, denk ik. 18 april ben ik jarig, dus ik reken op een klein verjaardagscadeautje van je Bouke. We gaan happy birthday zingen. Je mag meezingen. Nee, ik dacht meer gewoon een kaartje. Oké. Hey Bouke, je nieuwe single, Fire Down Below, of je die hier live wil doen. Even kijken of ik het nog kan reproduceren. Het was een nummer waar Elvis wel van gecharmeerd was. Die zou die opnemen. Mm-hmm. Want hij had eigenlijk niet zo heel veel vertrouwen meer in mensen die een beetje rock'n'roll konden schrijven. Maar dit vond hij dan wel goed. Klopt. En de band die vond het eigenlijk ook wel in orde en het zou gaan gebeuren, maar toen overleed hij helaas. Klopt, het zou op zijn laatste album Moody Blue komen en die waren ingepland in de Jungle Room Sessions. Ja. En op een gegeven moment toen voelde hij zich niet echt helemaal lekker of hij was moe en toen zei hij van nou, ik ga vast naar boven. Ja. Neem jullie de muziek op en ik neem later mijn vocals op dit liedje op. En dat is helaas nooit meer gebeurd. Nee, want daar ging wel echt album is naar boven. Uitgekomen Moody Blue zonder Fire Down Below. En nu ben jij er. Wat zeg je? Ja, en nu ben jij er met Fire Down Below. Ja, klopt. Dichterbij kan niet. Dus of je dat nummer nu even live wil doen. Dat gaan we even live doen. Komt helemaal goed. Oké. Hier is hij, de grote Bouke en Fire Down Below live met... Maar misschien heb ik al een mededeling. Moet je even een koptelefoon opzetten? Zal ik toch even... Ja, dan kun je de rest ook volgen, ja. Lenny Kravitz, Always on the Run, is aangevraagd door Nicky van Drachten met CH. Of wij deze hebben toevallig. Ja, die hadden we toevallig, ja. Onwaarschijnlijk veel reactie op alles wat je doet. Hè? Dus mensen vinden het ook fantastisch, die Fire Down Below. En dan moeten we het ook nog even over hebben. Want wij bij Veronica hebben een soort oorkonde elke week.
En ja, het zou dus kunnen zijn dat we even, je bent er nou toch, de nieuwe oorkonde bekendmaken. En dit is Veronica's oorkonde. Weet je of je dit nummer herkent in de verte ergens? Top, dankjewel. Ja. Super. Ja. Ik heb hem net live gehoord, die wordt nog beter. Ja. Live was die nog veel beter, hè? Ja. Mauke, mag je van harte feliciteren, want je bent de nieuwe oorkonde van Radio Veronica. Ik ben heel blij mee, dankjewel. Ja. Top. Ja. Dan moet het nog ergens beginnen, hè? Nou, dat is fantastisch. Ja, ik bedoel, ja. Ja, er komt ook nog een fysieke oorkonde jouw kant op. Dat gaat allemaal nog gebeuren. Ja. Maar ja, er zijn ook heel veel mensen die gereageerd hebben. Want Bauke die gaat een Elvis-nummer op verzoek spelen. Maar ja, welk nummer, hè? Wil je de top 3 weten? De meeste inzendingen zijn voor My Boy, Burning Love, Suspicious Minds. Ja. Hebben heel veel mensen aangevraagd. Ja, maar ook Now or Never en Guitar Man en The Wonder of You, Little Sister, Let Me Be Your Teddy Bear, In the Ghetto, Always on My Mind. Het gaat maar door. Ja. Ja. Maar dat mooie nummers, hè? Ja, ja. Dat toch? Zeker, ja. Maar ja, welk nummer? Heb je al enig idee welk nummer je gaat kiezen, Bauke? Nou ja, weet je, ik kreeg zelf ook. Want op een gegeven moment via onze social media is ook heel veel nummers binnengekomen. Volgens mij wisten niet zo goed waar ze naartoe moesten sturen. Ja. Nee, alle adressen stonden ook open. Het bereikt ons. En My Boy was toch wel echt wel de ultieme winnaar, ja. Gaat die het worden? Die gaan we spelen. Oké. Okay. My Boy, Niels, Debbie, Fleur, Jazet, Sophie Vriend, Sjouke 50, Nens, Klautje, Marieke 2607, Joke Heikamp, Tineke van Elk, Ida Jonker. Hebben allemaal My Boy aangevraagd van Elvis Presley. Maar ja, Bauke, volgend jaar, de Ziggo, dat is allemaal geregeld. Ja. Maar ja, en nu? Weet je wel, wil je altijd Elvis blijven? Of in de geest van Elvis blijven? Eigen nummers? Waar gaan we heen, Bauke? Nou ja, ik voel me sowieso heel... ik vind het fantastisch dat ik natuurlijk met die nummers op het podium mag staan. En wat het me nu al gebracht heeft, is natuurlijk fantastisch. Dus die muziek zal ik natuurlijk nooit laten vallen. Nee. Maar ik wil natuurlijk op de duur wel natuurlijk eigen nummers gaan opnemen. Ja. En ook daarmee de bühne op natuurlijk. Ja, uiteraard. Maar... En dat heb ik natuurlijk ook altijd gedaan. Alleen deze muziek is min of meer toch een klein beetje bij me terechtgekomen. Ja. En dat kan mij niet loslaten. En ik kan Elvis niet loslaten, denk ik. Nee, we hadden het de vorige keer al over. Misschien wel de officiële reïncarnatie van Elvis, hè? Dat kan, hè? Nee, dat gaat te ver. Maar ik vind wel... Kijk, weet je, het is natuurlijk wat die man natuurlijk allemaal kon. Ja. Met zijn stem en ook zijn charisma. Zijn uiterlijk, zijn looks, zijn beweging. Alles was natuurlijk fantastisch. Ja. En hij heeft zoveel fans verworven over de hele wereld. En hij was natuurlijk het eerste exemplaar. Ja. Dat we dat niet vergeten. En hij heeft zoveel in de muziek veranderd. Want de hedendaagse pop... is nog steeds gebaseerd op wat hij toen deed. Ja. Nou ja, het aardige is natuurlijk ook wel... want dat is ook een beetje het effect van jou... dat heel veel mensen die misschien helemaal geen belangstelling hadden voor Elvis... of dachten, nou ja, dat is lang geleden... allemaal weer Elvis gaan luisteren. Want ook op radiostations en op televisie is steeds meer Elvis. En misschien heb jij daar toch ook wel een rol in. Ik zie mijn eigen kinderen. Ja, ook? Ze luisterden echt niet naar Elvis. Ja. En door mij zijn ze nu toch Elvis gaan luisteren. Ja, dat en is allemaal fantastisch. Dankzij de tribute. Want ze luisterden ook niet naar mij, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Nee. Nee, maar ja, dat is toch wel heel erg leuk. Dat je toch in principe gewoon... Ja, maar gewoon, ik vind ook dat ik dat Elvis verschuldigd ben. Ik bedoel, ik sta met zijn liedjes op het podium. Ja. En ik zeg altijd, luister naar mij. Maar luister daarna ook naar de origineel. Want dat is fantastisch. Ja. Ja, het is een mooie verantwoordelijkheid. Maar ik vind het ook wel leuk. Ja, ik ben ook wel benieuwd naar je eigen muziek, hoor, op termijn. Ja, en ik... Nu, dankzij dit allemaal, kan ik veel meer mijn eigen muziek maken. En dat was vroeger toch al een klein beetje gestuurd, zeg maar. Ja. En moest het toch een beetje zijn waar ik in welke scene ik in zat. En nu door dit kan ik wel meer maken wat ik eigenlijk zelf graag wil. En dat is heel erg het verlengde van wat ik nu speel. Ja. Wanneer komt jouw eerste plaat uit? Nou, weet je, het mooie is dat Fire Down Below is eigenlijk al een plaatje wat tussen mij en Elvis in zit. Ja, ja. Maar dus het is de volgende is van jou. Het volgende, maar dat sowieso. Maar ik ga dit jaar natuurlijk wel heel veel met Elvis op pad. Hè. We staan natuurlijk in vele theaters, ik geloof in een stuk of 60. Ja. Van al heel veel uitverkocht zijn. We staan op festivals en we staan nog op het Rode Park. Dus er komen nog heel veel mooie dingen op ons pad. Ja. Dus van Elvis, dat gaan we gewoon dit jaar echt wel blijven doen. Ja. En ook volgend jaar nog. Ja. Okay. Alleen we willen wel proberen om op een gegeven moment schrijvers te benaderen... die toch een klein beetje deze richting kunnen inschrijven. Ja. Dat zou wel heel mooi zijn. En de combinatie, hè, want het een sluit het ander niet uit, toch? Ja. Nou, Elvis, sowieso. Maar ook je eigen dingen. Dat sowieso, maar ik bedoel, noem één artiest tegenwoordig... die echt op dit moment aan de top staat met zijn eigen liedjes. Ja. Ik bedoel, er zijn heel veel coverartiesten tegenwoordig. Ja.
Nou ja, we kijken er naar uit. Dus ik ben heel benieuwd welke kant het allemaal op gaat, Bouke. Maar je gaat zo meteen dus een My Boy doen. Ja. En nou ja, gefeliciteerd met in principe de oorkonde van Veronica. Ja. Tot zo meteen dan. Ja, hè? Tot zo. Oké. Okay. Vandaag in de studio. En nou ja, de meeste stemmen gelden. En we hebben een Facebook-post en alles op social gezet. En ja, de meeste stemmen gelden. My Boy is wel echt ongelooflijk veel aangevraagd. Dus Bouke gaat hem ook live performen nu. Bouke, ben je al klaar ervoor? Ik ben er klaar voor. Oké, dan is hij hier. Bouke met My Boy. En dat is met het bewind.